Maar tussen zit, daar houden we rekening mee. Dat is om 3 uur de Fransen, om 5 uur met de Amerikanen in de lobbybar, 6:30 met de Koreanen. Ik heb de Chinezen gemaild, maar nog geen antwoord gekregen, dat ik wil praten om 8:30. Op het voorstel van Marco ben ik dasloos en dat lijkt me wel te kunnen voor vandaag. Maar morgen in de vergadering ben ik gewoon van plan in pak te zijn. Nog verder moet iedereen maar doen wat hem of haar goed doet. Piet de Klerk is in de Thaise badplaats Pattaya. Hier komen de Sherpas voor de laatste keer bijeen. Tenminste, als ze eruit komen. Er is nog steeds geen slotakkoord, dus er is veel te doen. Ze hebben 3 dagen. Naast de grote vergadering is er veel ruimte voor bilateraal overleg, zoals met de Amerikanen. We have of course sensitive points like what do we say about plutonium and plutonium stocks. So we still have the assurance concept in there, which is no longer. I mean, the title of the thing doesn't matter. If you have to. Okay, but then, measures to assure. But the confidence building is still in the text. It's just the title that's lame. Very lame. Very lame. I agree. All the titles are lame, in fairness. All right. So.